Nou, mijn lievelingsboek is 1000 schitterende zonnen van Khaled Hosseini. En het is lang geleden dat ik het heb gelezen, maar het is me heel erg bijgebleven omdat het gaat over twee vrouwen. In eerste instantie zijn het best wel rivalen van elkaar, omdat ze met dezelfde man gaan. Hij is getrouwd met twee vrouwen, maar uiteindelijk wordt het een heel mooie vriendschap. En ik vind het zo mooi omdat de kracht van deze vrouwen heel erg naar voren komt in het boek. En dat is me vooral heel erg bijgebleven. Aan het eind van het boek, dat is nog wel leuk om te vertellen, moest ik heel hard huilen. Het is echt heel emotioneel. Ja. Eerste boek waarbij ik heb gehuild.